Pepijn, hoe is je race verlopen? Ja, op zich wel goed. Ik had de eerste voor de rode vlag had ik echt een hele goede start en eerste ronde. Ik kon een hoop plekken goed maken. Toen kwam de rode vlag. Daarna de tweede start was redelijk, maar omdat iedereen wat voorzichtiger werd, kon je merken was het moeilijker om echt goed plekken goed te maken. Dus ik bleef een beetje op dezelfde positie hangen. En daarna was het gewoon stap voor stap proberen naar voren te vechten en we een paar plekjes goed kunnen maken. Dus daar ben ik wel tevreden over. Maar ja, het zijn niet de plekken waar ik eigenlijk voor wil strijden. Ik wil strijden voor plekken waar eigenlijk gewoon dik in de punten en richting top 10 hier. Maar dat zat er dit weekend gewoon niet in. Nee, maar je rijdt nu ook met de grote jongens en je zegt al, ik maak wel stapjes elke keer en dat is ook belangrijk. Ja, klopt. Dus we hebben gewoon eigenlijk wel kwamen tijd tekort. We hebben de wintertest niet met het volledige team getest eigenlijk, qua mannen waar ik mee werk. Dus dat was hier eigenlijk gewoon de eerste test. Dus daarom, gezien die reden, ben ik heel tevreden hoe het is. Maar dit is niet de plek waar ik wil staan. Sluit ik mooi mee af. Dankjewel. Mooi afsluiten.